En dan maken we nu de translucent cocktail. Deze smaakt een beetje naar mon chéri. En wat hebben we daar precies voor nodig? We starten met jonge feliers en die is op ambachtelijke wijze gemaakt. Een witte chocoladelikeur. En dan kirsch. Dat is een eau de vie gemaakt van kersen. En we werken af met een eigengemaakte cocktailkers. En dit recept vind je op njam.tv. En we serveren de translucent cocktail in dit prachtige kristallen glas. We gaan eerst ons glasje voorkoelen met gepileerd ijs. Dan nemen we ons wietglas, onze jonge filiers. Daar gebruiken we 4 centiliter van. Twee centiliter transparante chocoladelikeur. Dan onze eau de vie, daar gebruiken we ook 2 centiliter van. Dat geeft zo die speciale kersensmaak in de cocktail. Dan gaan we enkele ijsblokjes doen in ons mixglas. Met deze cocktaillepel gaan we de cocktail roeren. We gaan deze cocktail niet shaken, want anders zou hij dof en troebel worden. Dit soort van cocktails wordt altijd geroerd. Dan verwijderen we ons ijs uit ons voorgevuld glas. Nemen we onze strainer, plaatsen we ons mixglas en dan serveren we deze ijskoude cocktail. We gaan afwerken met een cocktailkers. Als je bij je geliefde wilt scoren, moet je zeker de translucent cocktail proberen. Cheers!